Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pascal Ramen en Deuren, Agrarisch Zeilberg, Plus Bouwmans, Atoom 13 en Macron Store Deurne. Waar kan de kerst Zeilberg zal leven? Vandaag komt Milo Hout op bezoek op Sportpark de Kranenmortel. Beide teams hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. Wie vandaag wint is zo goed als zeker door naar de volgende ronde van de districtbeker. ZSV start met de volgende elf namen. Leon Thijs start opnieuw in het doel. Rick Wiersema keert terug in het elftal en start direct in de basis. Op het middenveld krijgt Luc Matthij de voorkeur boven Koen Kunders en mag Remco van den Akker zijn debuut maken. Hij komt over van SJVV. Voorin starten Stan van Helmond en Ron Verlijsdonk. 40 minuten gespeeld, nog niet echt een grote kans geweest in deze wedstrijd. Kwins geeft voor, maar Dirk Verlijsdonk kan de bal wegkoppen. Remco van den Akker met een goede paas op Ron Verlijsdonk. Maar Schepers vlacht voor buitenspel. Of het ook buitenspel is, dat is maar de vraag. Het leek er in ieder geval niet op. Leon Thijs. Van der Vrande. Wiersema paast die bal niet goed weg. En dan zit Messiani ertussen. En Shafiq Messiani met de 0-1 voor Milo Hout. Na geklungel achterin bij ZSV. Verlijsdonk. Manders gaat liggen. En krijgt geel van Berbe vanwege een swalbe. Kweens. Tom Meeuwse. Messiani kan uithalen, maar een goede redding hoor van Thijs. Verlijsdonk kan de bal niet in de ploeg houden. Messiani schiet tegen Wiersema aan. Meeuwse naar Emre Bars voor de 0-2. Net naast geschoten door Bars. Daar komt ZSV heel goed weg. Van der Vrande. Wiersema. Met een lange bal naar voren. Meulendijks. Nog een keer Meulendijks. En een knappe redding van Tom Verhoeven op dat schot van Thijs Meulendijks. Dirk Verlijsdonk. Klaassen. Overtreding van Rick van der Ven. Rick Wiersema gaat de vrije trap nemen. En 1-1. Wiersema die Verhoeven verrast door al te schieten terwijl de doelman uit Beekendonk nog niet klaar staat. Van den Berg stuurt Meulendijks weg. Meulendijks 2-1.
Kom op. Niek van den Berg met de ingooi. Wart Veldpaus met het schot. Verhoeven kansloos op dat schot van Wart Veldpaus. En ZSV zet zichzelf in de slotfase van deze wedstrijd op een goede uitgangspositie neer voor nog een extra wedstrijd in de districtbeker. Lekker Wart. Van den Akker. Zijn schot gaat ruimschoots naast en Stijn Berbe vindt het genoeg geweest voor vanavond. ZSV keerde terug van een 0-1 achterstand en wint met 3-1 van Mierlo Hout. ZSV staat na deze overwinning op de eerste plaats in de groep met 6 punten uit 2 wedstrijden. En door de winst van Erp op Halen zijn de Zeilbergers ook verzekerd van de knock-outfase van de districtbeker. Komende zondag speelt ZSV in en tegen Halen de derde en laatste groepswedstrijd. De wedstrijd op Sportpark Houtrust begint om 2:30.